VHP-assembleelid Mahinder Yogi zegt dat de staat zuiniger om moet gaan met het naturalisatiebeleid van burgers. Hij sprak gisteren tijdens een openbare vergadering in de Nationale Assemblee. Yogi stelde dat hij bij zijn standpunt blijft dat de autoriteiten op dit gebied het beleid volledig moeten ombuigen. Dus er zijn regels in het land en we gaan geen enkele generaal pardon geven aan niemand. En als hier vandaag mensen worden genaturaliseerd die 40 jaar en 30 jaar en 45 jaar hebben gewacht, we moeten wel de organisatie van het naturaliseren een beetje gaan bekijken, zodat dingen makkelijker en beter kunnen. Zodat wachttijden en wachtjaren korter worden, voorzitter. Voorzitter, en nogmaals, ik blijf erbij dat we moeten gaan naar zuinige vorm van naturalisatie. Wanneer het gaat om de arbeidsmarkt en de arbeidsmarktpolitiek. Voorzitter, ik heb het voorbeeld gegeven van Dubai, omdat mensen daar komen werken. En ze mogen 1 jaar blijven, ze mogen 10 jaar blijven, ze mogen 50 jaar blijven. Maar bepaalde rechten zijn voor de mensen van Dubai. En zo ook moeten bepaalde rechten zijn voor ons Surinamers hier. Yogi zegt verder dat buitenlanders de gelegenheid moeten worden geboden om in Suriname te blijven, zaken te doen en te wonen als zij daarvoor in aanmerking komen. Tenminste voor verblijf. Wel met inachtneming van alle juiste procedures. Dat is wat niet belet, voorzitter. Dus de zuinigheid en die naturalisatie belet niet dat we mensen hier kunnen krijgen om te arbeiden in sectoren daar waar wij die mensen nodig hebben. Voorzitter. En met betrekking tot de constatering van meneer Mustaja, ik pleit niet daarvoor dat we ILO-regels moeten schenden. Daarvoor praat ik niet. Er is in dit land, en u bent minister geweest van het ministerie van Arbeid, er zijn in dit land regels. Ik heb dat ook gezegd. En mijn collega aan de overkant van Para, die weet dat ook. En die regels zijn van toepassing op bedrijven. Hebben betrekking op mensen die arbeid verrichten in bedrijven. En die regels moeten toegepast worden. En daar waar wij merken dat er zaken plaatsvinden die in strijd zijn met die regels, dan moet erop, daarom hebt u toch wetsvoorstellen hier ingediend die we hebben behandeld en goedgekeurd voor u. Daarom toch. Dus die regels zijn er, meneer Mustaja. Yogi wijst erop dat er niet in strijd met regels moet worden gehandeld. Ook zonder naturalisatie kan worden gewerkt aan een bepaalde mate van leegte in een land om de arbeidsmarkt in te vullen. Dit proces is volgens de VHP-topper ook gebruikt in andere landen die er helemaal goed vanaf zijn gekomen.